Jongeren hebben binnenkort de mogelijkheid om voor een redelijke prijs in het bezit te zijn van een stuk perceel land. Dit bevestigt de voorzitter van Stichting Social Army, Mitchell Matroos. Deze organisatie voert vanaf februari gesprekken met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer om jongeren in aanmerking te laten komen voor een stuk grond. Matroos zegt dat minister Dinota Forswijk en directeur Meredith Vitoli het Sociaal Bouwkavelsproject ondersteunen en positief uitkijken naar de samenwerking. Het is alleen de uitvoering, maar het zijn natuurlijk in fases. Met de minister is afgesproken dat wij nu vrije grond gaan identificeren. De organisatie gaat dus op zoek naar vrij domein. Dat was eigenlijk al zo bij de vorige minister, maar we moesten nog goedkeuring krijgen van deze minister als we kunnen doorgaan met het project. Dus zij hebben aangegeven dat we de ondersteuning van hun krijgen. Dus nu is de organisatie aan het zoeken naar vrij domein. Indien dat is gevonden, dan gaan we weer met het ministerie aan tafel zitten. En daar zullen we gaan bespreken en kijken van hoeveel jongeren kunnen in aanmerking komen, hoe zal het project eigenlijk opgeleverd worden. Want het ministerie gaan we vragen om in te komen met hun aangelegenheden, dus bijvoorbeeld stroom en water enzovoort. En na die gesprekken is eigenlijk het einde van het project waarbij er aangegeven wordt hoeveel jongeren we kunnen helpen. De Stichting Social Army is een jongerenorganisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van jongeren en sociaal zwakkeren. Zo ook zijn er met de grote vraag naar eigendomspercelen voor jongeren stappen ondernomen als oplossing voor het huisvestingsprobleem. Rivelino Lichon, die lid is van de stichting, zegt dat het heel belangrijk is voor jongeren om een stuk perceel land als eigendom te bezitten. Kijk, op dit moment, als we kijken naar de situatie waarin het land zich verkeert, dan heb je echt zoiets van, we weten allemaal dat de toekomst van de jongeren met de economische situatie van deze tijd de komende jaren niet mooi eruit zal zien. Hoe prettig zal het niet zijn als je ze een zekerheid kan geven? En een zekerheid is een stuk grond. Weet je, we hebben allemaal recht erop. De procedure om aan een stuk grond te komen, het is vaag en vaak genoeg eenzijdig. Dus ik denk dat dit project heel belangrijk is voor de jongeren. Het kan heel veel betekenen voor de jongeren. Het kan zeg maar een bepaald zekerheid aanleveren voor de jongeren. En vooral de jongeren die zeg maar ergens zien. Wel wat aardig verdienen. Momenteel zijn er ruim 9000 jongeren die bouwkavels hebben aangevraagd, waarvan ruim 8500 aan de vereisten van de organisatie voldoen en in aanmerking komen voor een stuk grond. Zodra Stichting Social Army het vrij domeinonderzoek heeft afgerond, zal zij de volgende stappen bekendmaken.